Hallo Back Legion en welkom bij een nieuwe part van Lost Planet 3. En we gaan rebooten. We gaan zoals de vorige part al genoemd Dead Space-achtige dingen doen. We zitten nu ergens in. De geluid is wel vet. Eerlijk is eerlijk. De geluid was super vet. Maar ja, we krijgen allemaal kleine headcrabs nu tegen onze bakken aan waarschijnlijk. Dat gaat heel leuk worden. Maar het gaat een beetje de scary kant op. Dat vind ik wel leuk. Want ik ben niet zo heel gauw bang. Ik kan ook moeilijk raken met een controller, zoals je merkt. Maar ja, Outlast, dat wordt nog een vraag. Dat was in de nieuwe speed video besproken. Nee, nog niet. Never mind, ik heb niks gezegd. Nee, dat heb ik al besproken trouwens in de nieuwe speed video. Die van gisteren volgens mij voor jullie. Ik neem dit echt ver en voor op hoor, dus echt. Waarschijnlijk zal er geen zak van kloppen. Qua wat ik allemaal zeg. Maar over Outlast en dergelijke. Dat kan misschien een scary game worden. Een game waar ik daadwerkelijk ga schrikken van dingen. Ik hoop het. Zal leuk zijn voor de verandering een keer. Maar ik denk het niet. Fuck off, red crap. Echt. Ah, daar ben je. Ik hoorde wel wat, maar ik zei niet wat. Op zich, scary dingen vind ik wel leuk. En dan is het tenminste lekker spannend. Daarbij heb je hoede en bijvoorbeeld Call of Duty of Battlefield eigenlijk ook wel. Singleplayer. Het is gewoon doorrennen. Klik, 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 klaar, daar. En that's it. Maar dat is niet echt spannend ofzo. Dead Rising ook niet hoor. Dat is alles behalve spannend. Dead Space of tenminste de oude Dead Space helemaal. Dat is echt spannend dat je echt zo zit van, oh, wat zal er om deze bocht heen zitten? Wat ga ik nou weer zien voor iets raars? En ja, ik weet niet, dat vind ik wel vet. En dat is bij dit nu ook wel zo. Er zit wat meer spanning in. Dat vind ik wel nice. Spanning is wel leuk. Het is gezonde, goede spanning. Nou, we moesten er verplicht onderdoor dus. De deur is nu wel dicht, maar daar hoeft het niet. En hier zit dus een groot gat in. Daar ben ik niet zo blij mee. Cronus Actual, this is Peyton, do you copy? It's gonna be one of those days. Operate console, wat is hier? Niks verder, oké, daar ben ik heel blij mee. T-Energy. Ik rol tegen niks aan. Goed bezig, Kim. Maar dan gaan we dan. Ik wil niet weten wat achter deze deur zit. La 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 la. Wat? Garage lockdown? Locked. There's gonna be an override. Aan die kant. Nou moeten we wel daarheen. Wedden dat er iets aan de andere kant van de muur door eruit heen komt? Nou, nog niet. Spijtig, was leuk geweest. Dat was nou echt een typisch moment geweest om scary te zijn. Dus doef. Voor, oké, het is wel een heel typisch moment. Ik had het al voorspeld, zeg maar, eigenlijk dat zou komen dan. Wat het niet kwam uiteindelijk, maar het had goed gekund. Entering power plant. Damn, what the fuck zijn wij, hoor. We zitten echt in the middle of fucking nowhere. Ik ben bang, want ik weet niet wat wij in vredesnaam om gaan activeren nu. Ik vraag me af. Oh, wacht, volgens mij weet ik het wel. Soort van, want herinner nog steeds, er zit een flashback te spelen. Hè? Van die oude dude die onder een steen ligt nu en dit aan zijn kleindochter vertelt. Hij vertelt tegen haar dat hij ervoor gezorgd dat de hele wereld naar de tering ging. Waarschijnlijk activeren we alle shit waardoor raketten afgaan of zo, ik noem maar iets. Oh, jij bent iets groter. Waardoor raketten en shit afgaan. Waardoor de hele wereld boem doet. Of zo. Is the rumbling below the base is just the ground settling from the mining facility
Oh damn. Fuck jou. Fuck jou. Hey, 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 bitch. Oeh. Een textlog. Anti-energy. Maar dit is nou wel een groot digi. Oh, en dit is zo'n one-way ding. Dat zijn de ergste. De ergste dingen die er zijn. One way. Oh, what the fuck? Jij schiet zelfs. Vuile hacker. Vuile hackerspin. Dat was wel goed. Dat was ook wel te verwachten dat het zou gebeuren. Maar dat nog niet gebeurd was, ging er eigenlijk niet meer vanuit dat er iets zou gebeuren überhaupt. Dus dat er eentje tevoorschijn kwam, was eigenlijk wel leuk. Kon ik wel waarderen. We gaan onze hacker spinnen zitten killen. Oh, daar is die. Oh. Nom nom. Nom nom nom. Is dat een agressief jochie? Oh, is dat er meer? Die eet mijn granaat. Dat doet hij weer niet. Oh, de BS. Je had echt een rifle mee moeten. Of de rifle heb ik. We hadden de dingen mee moeten nemen. Deze SMG. Hey, hij danst zelfs. Check me out, I'm dancing. En dat komt van Borderlands 2 van Claptrap. Voor de mensen die zich afvroegen wat de fuck dat was. Dat was mijn impersonatie van Claptrap. Oh, ik kom dichterbij. Shotgun power, bitch. Oh damn, nog meer. Fuck jou. Kut ding. Hey, hallo. Heeft me heel veel energy. Kun je hier een... Ah, die kan repairen, mooi. Bam. Gefixt. Oh, ik hoor deuren heen en weer klappen. Ja, dat zeg ik. Oh, wij komen dichtbij en ze gaan magisch open. Dat is een goed teken. Niet echt. Ik denk dat het een hele grote dikke worm is. Dat vermoeden heb ik. Zo klinkt het. Dat er een hele dikke worm voorbij aan het wormen is. Wat doet een worm eigenlijk? Goeie vraag. Wormen? Een worm wormt. Wat moet ik hier doen? Ah, daar fuck moet ik heen. Oh, ik wist ineens dat we 180 graden konden draaien. Ah, we kunnen deze deur open doen. Nee, we kunnen deze deur niet open doen. Wat de fuck doe ik die deur open? Ah, daar. Ik zie het al. We zijn er voorbij gelopen. Goed bezig. Ah, dat zijn maar kleintjes. Alle zes. Oké, de kleintjes wil iets van worden, dank u. Oké, nog meer creepy corridors en shit. Het is veel crawlwerk. We moeten echt heel veel kruipen en dan kunnen we niet schieten. Fuck up, ah. We zijn redelijk waar we waren, volgens mij in het begin. Damn. Hey. Komen we hierin tegen? Dat zou echt genaaid zijn. Hij rent gewoon weg. We kunnen er niks tegen doen. In de creepy corridors kunnen we echt gewoon niks tegen die lui. Dat is zo fucked up.
Oké, naar boven. Ah, dan moeten we hier overheen lopen, balanceren. Het is een ballerina. We can do it. En naar boven. Yay. Vierde verdieping, dameslingerie. Waarom weet ik niet, maar dat is altijd dameslingerie. Altijd als iemand een verdieping noemt, dat is altijd dameslingerie. En we hebben specialized component. Het inhoudt dat we onze rig verder kunnen upgraden. Ik weet niet waarom dat ding wil aangeven, maar oké, het zal wel. Daar heb ik niks mee te maken, game. Ah, oh, dat vind ik niet. Wat zijn er meer? Oh, fuck, ook lompen. Ben jij dood? Vriend? Nope, niet eens dood. Dat moet toch. Zie je, lompe bliksem. Fuck die kleintjes, joh. Die zijn nog helemaal hier, toch? Oh, oh. For fuck's sake, switch wapen. Ah, ja, een ding wat ik ook nog moet doen eigenlijk. Dat denken we nu. Is dit, en dan dit ingedrukt houden. Oh oh. En daar een data sample van halen. Waar? Ik wil hem niet killen. Oh, fuck sake. Ik wil hem niet killen, dat is het probleem. Ik heb bijna die fucking data sample. Kudding. Oh oh. Dan gaan we bijna dood. Maar moeten we dan nog een keer aanrachen, ja. Dit is echt zo fucking lelijk. Ik wil dat ding niet killen, ik wil die fucking data sample van de dingen. God damn it. En ik moet de data sample nog gaan doen. Ook van die lompen. Hij zit nog zo mooi sneaky te kijken ook. Hij doet of hieronder. Hahaha. Moe. Hahaha. Ik heb bijna jouw data sample, wees niet. Mooi. Wardeye. Zo heet dat ding. En de Wardeye is mij nou hard aan het vernachtelen. Oké, de Wardeye is dood. Die dan toch. Oh nee, fuck. Nou is die dood. Nou alleen de kleintjes nog. Is iedereen dood? Everybody happy? Dat kleintje was echt verneukt, joh. Terug maar aan te springen. Damn it. Ik had het bijna. Ik weet niet waar ik heen moet, maar... Explore second structure, dat zijn we aan het doen. Ah, dit is serieus een fucking base in de bergen, zo te zien nu dan. Of zie ik dat nou verkeerd? Nou, dat zie ik redelijk verkeerd, denk ik eigenlijk. Ik zou kijken, hier zit wel iets van een berg, maar niet de goede shit. Dan leg je hier heel veel dode lui. What the fuck is hier allemaal gebeurd? Ammo hoef ik eigenlijk niet te hebben, nee. Wat wil zeggen? Ammo is vol. Damn, wat is hier allemaal gebeurd, jongens? Wat is gebeurd? Wat is gebeurd? I know, ik had daar een mooie sample vanaf kunnen halen. I know. Allee, wat gaan we nu doen? We hebben weer iets aangeklikt. Nee, maar niet helemaal volledig aanvallen. Hoi, dat mag.
Ik val gewoon. Nou kunnen we die jongen killen zonder probleem. Want we die anderen hebben een data sample. Dat was mis, volgens mij. Nee, dat was raak. God damn. God damn it. Hey, dat was best intensief. We hebben nieuwe shit unlocked. En we hebben alle data dingen. Oh, fuck. Maar goed dat ik niet eerder daar naartoe ben gelopen. Hè. Tuurlijk gaat die deur weer dicht. Hier liepen volgens mij naar daar beneden, toch? Hoop ik. En dat. Kijk eens of we hier een sample van kunnen halen. Nee dus. Ah, daar zit echt van zulke kringen in. In die dingen zitten dus die kleine kringetjes. Duidelijk. En daar kunnen we dus geen sample van halen. Dat vind ik wel stom. We moeten ook nog naar beneden toe, zo te zien. Want er zitten nog veel meer van die dingen. Ja. Is dat een turret? Dat is een turret. Een fucking badass turret. Damn. Jill. Nu rust alleen de vraag nog. Kan ik zelf die turret gebruiken of gaat die turret automatisch? Kom hier jongen, stomp op je bakkes. Ammo even oppakken. Ik denk niet als het handig is eigenlijk. Maar we hebben nog best veel. Nee, oké, okay, die hoeven we niet zelf te gebruiken. Oké, okay, use. Moet ik die deur openen? Ah, die turret werkt toch goed. Sneller, reload, reload, reload. Oké, okay, die turret doet nou niks meer. Doe iets. Turret. Oh, fuck. Hij had sneller moeten schieten. Hij was aan het reloaden. Waarom weet ik niet. Hij had er een fucking shell in zitten. Of ik had gewoon moeten switchen misschien. Maar dan nog. Waarom? Waarom? Waarschijnlijk moet ik nog gaan pokken en dat we doen. Dat valt mij. Goddank. Maar wat die turret opeens zijn probleem is, weet ik niet. Hij schiet niet meer. Ah, nice. Dat is een mooie dansmove. Oh, for fuck's sake, zijn we nog een keer weer dood. Het probleem is, ik moet echt die SMG hebben eigenlijk. Het probleem is, we kunnen niet zo snel reloaden. Reloaden duurt te lang. En dan zit je wel naar die rifle om ons even te redden, maar dan duurt dat alsnog te lang. God damn it. Turret heeft gewoon geen ammo al mee. Switch! Oh,
Oh, for fuck's sake. Worden we nu geraid? Nee. We hadden redelijk met rust gelaten. Dat is ook fijn. Fucking 30 doet ik zijn zak. Hij switchte for fuck's sake niet naar zijn shotgun. En nu worden we bij direct gehit. Dat valt mee. Onze HP is gewoon restored zelfs. Dat was echt een fucking freaking miracle. Power restored, power restored. Ah, waar? Saving. Ik zag een checkpoint. Ah, what the fuck? Dood en ace it. Maar als het goed is, de power is restored, stond er. Dus dat is positief. Ah, dat had ik de pistol kunnen gebruiken trouwens, maar... Ik zie nu de pistol staan onderin en denk, oh ja. Ah, hij heeft daadwerkelijk hier opgeslagen. Is die lompen er dan nog? Ja. Yep. Kom hier. Lompen biertje. Hey, niet wegrennen, vriend. Kan ik hem serieus met een shotgun van hier raken? Are you serious? Come to papa. Biatch. Wow, wat deden wij een mooie pirouette move. Damn. Dat was beautiful. Het is wel goed dat die turret niet op de rest van die dingen heeft geschoten. Anders kwamen er veel meer en hadden we veel meer last van alles en nog wat. Maar ja, die turret deed uiteindelijk niet echt veel, vond ik. Dat was een beetje jammer. Een beetje een waardeloos dichtje was het. Ah, dan gaan we weer crawly crawl. De andere kleine dingen. Zo dat het een warm monster is. You can say that again. Ammo. Het wordt echt weird inderdaad. Maar ik gok echt dat het een warm monster is. Kan haast niet anders dan dat het een warm monster is. Ah, ze zit nu bij de command center. Wij zijn gauw zo een knopje drukken, hè? Breekt de hel los. Dan gaan we er nu achter komen. Yay! Return to rig. Oké. Aan vertrouw ik jou niet, game. Oh, swapped to SMG. Ah, prototype pulse rifle is iets anders. Dat is een ander wapen dit. Beter. Moet ik gelijk ammo hebben? Nee. Nice, een prototype pulse rifle. Probleem is, als we dat als we de ding krijgen, ik zie. Wat gebeurt er? Wat fuck? Nou staan we opeens weer bij het knopje. Of what the fuck? There's not much time. Half the comm systems are down. So, if I don't get out of this alive... An infestation started. And it's been 12 hours. Ah. And we still haven't. 12 hours and we still haven't. An infestation dus. Gewoon een infectie. Ah, daar wordt hij geraped. Door heel veel dingen. Neo Venus Construction Inc. Nevek. Need evidence, Jim. Nobody's gonna believe you otherwise. Let's transfer this data to a portable drive. Nevek, ik wist het. Hij was Nevek. Maar we hadden ook een save point. En dat betekent dat we het nu gaan afsluiten.
En dan kan ik tenminste de game afsluiten. Dus we gaan verder in het volgende part. Ik vind het wel interessant eigenlijk. Het heeft wel een mooie story qua dat. Het verandert nog wel veel. En ja, het wordt allemaal wel wat duidelijker. Ik hoop dat jullie het ook erg leuk vinden. Laat het weten in de comments. Geef natuurlijk even een thumbs up als je het leuk vond. Zet hem in je favorieten en deel hem met je vrienden. Zie ik u weer in de volgende video. Laters.